Voorkom vet haar met dit recept voor droog shampoo. Voorkom vet haar met dit recept voor droog shampoo. Voeg dit geweldige natuurlijke recept toe aan je schoonheidsroutine en zeg vaarwel tegen een vette hoofdhuid. Je kan het ook meenemen naar de sportschool of je werk. Een van de beste aanbevelingen voor je hoofdhuid is om hem niet dagelijks te wassen. Dit is omdat te veel vocht je haar kan beschadigen. Ondanks dit feit voelen veel mensen de behoefte om hun haren de hele tijd te wassen. Dit komt doordat de zweetklieren te veel olie produceren. Hierdoor krijgt het haar een vieze en vettige uitstraling. Het probleem is dat niet iedereen genoeg tijd heeft om hun haren de aandacht te geven die ze nodig hebben. Soms moet je gehaast weg naar je werk met slecht zittend en vettig haar. Gelukkig hebben schoonheidsprofessionals aandacht geschonken aan dit onderwerp. Een aantal jaren geleden hebben zij een cosmetisch product ontwikkeld dat dit probleem aanpakt zonder dat je het haar hoeft te wassen. Dit is het geval voor de fantastische droogshampoos. Er zijn verschillende soorten beschikbaar om aan al je behoeften te kunnen voldoen. Dit is een geweldig hulpmiddel voor je haarroutine. Het is perfect voor degenen die controle willen krijgen over de overmatige productie van olie op de hoofdhuid. Plus, je hoeft je haar niet elke dag nat te maken. In het artikel van vandaag willen we delen welke middelen dit zijn. Ook vertellen we hoe je deze kan maken met 100 natuurlijke ingrediënten. Wat is droog shampoo? Droog shampoo is een product dat een paar jaren geleden zijn intrede deed. Het is een alternatief om je haar te verzorgen zonder dat je het dagelijks hoeft te wassen. Het is een gezonde behandeling voor je hoofdhuid. Dit is omdat het voedingsstoffen bevat die natuurlijke pH-level niet aantast. Dit controleert de activiteit van de zweetklieren. Het is ook geschikt om je haar mee te fixeren. Ook verhoogt deze behandeling het volume van je haar, en ziet het er gezond, glanzend en pluisvrij uit. Ook is dit product schimmelwerend en bevat het antibacteriële eigenschappen. Dit creëert een beschermende barrière tegen roos en andere hoofdhuidaandoeningen. Ondanks dat het ontworpen is voor degenen met vet haar, kan het ook worden gebruikt door mensen met normaal haar. Dit is vooral voor de dagen waarop je je haar niet wilt wassen. Ook laten de ingrediënten je haren lekker ruiken. Ze voorkomen daarom ook slechte geuren na het sporten of na een erg warme dag. Hoe maak je droog shampoo met natuurlijke ingrediënten? Op de markt en in winkels zijn er verschillende interessante haarproducten te vinden. Sommige mensen geven echter de voorkeur voor natuurlijke middelen, omdat deze gezonder zijn. Dit alternatief is goedkoper en minder agressief. Dit komt doordat het geen sterke chemicaliën bevat. En de ingrediënten kunnen makkelijk worden gevonden. Je kan deze geweldige shampoo af en toe gebruiken. Je kan hem bijvoorbeeld gebruiken op dagen dat je niet genoeg tijd hebt om je haar te wassen met shampoo en andere behandelingen te gebruiken. Ingrediënten: 6 eetlepels mais, zetmeel 6 eetlepels rijstenbloem 3 eetlepels zuiveringsout 10 druppels vloeibare kokosolie 10 druppels etherische muntolie 1 glazen pot. Instructies: doe het mais zetmeel in de glazen pot en mix de zuiveringsout en rijstenbloem er doorheen.
Schud het goed door elkaar zodat de ingrediënten goed gemixt zijn. Vervolgens kan je de kokosolie en de etherische muntolie toevoegen. Ga door met schudden. Wees er zeker van dat alle ingrediënten goed gemixt zijn. Hierna kan je het gebruiken. Als je wilt, kan je de pot decoreren en met je meenemen. Hoe gebruik je het? Wanneer je het gebruikt, ga dan voor je spiegel staan. Verdeel je haar in verschillende plukken. Sprenkel een klein beetje droog shampoo over je gehele hoofdhuid. Gebruik je vingers om de poeder goed in de wortels van je haren in te masseren. Gebruik zachte, ronddraaiende bewegingen om het goed te laten absorberen. Vervolgens kan je het ook aanbrengen in de lengte van je haar. Gebruik altijd kleine hoeveelheden, zodat je niet een teveel aan product in je haar hebt. Laat de shampoo 5 tot 10 minuten intrekken. Hierna kan je met een borstel de resterende poeder eruit borstelen. Je voelt je gelijk fris en je haar ziet er ook vetvrij uit. Door de etherische olie heeft je haar nu ook een lekkere geur. Vind je dit een leuk recept? We willen graag dat je dit thuis ook eens maakt, zodat je alle voordelen die het voor je haar heeft zelf kan ervaren. Voeg het toe aan je schoonheidsroutine en zeg vaarwel tegen een vette hoofdhuid. Ook kan je dit meenemen naar de sportschool of je werk.